Dit is zo'n heerlijke game. De muziek, alles in één. Dit is Postal 2. Ik ga het spel gewoon lekker spelen. En we moeten naar de kerk om te gaan bidden. Wil je weten hoe ik ga bidden? Dan moet je gewoon eventjes... wachten naar het intro. Oh. Oké, people, let's go to work. Oké, ik ga deze mevrouw achterna. Die is wel heel ruig gekleed. Echt zo'n beetje gothic figuur volgens mij. Dag mevrouw de gothic. We gaan naar binnen. Oh, oké, die deuren sluiten. Halleluja. Halleluja, we gaan naar binnen. En ja, we zitten hier dus op het goede moment. Bij deze kerk, wel een hele aparte kerk. En ook politie zit achter me aan. Oh, geen wapen trekken. Hallo. Oh, shit, politie. Er kwam al vogeltjes, wat lief. Oh, jee. Pizza, kogels. En ik hoop dat ik hier veilig ben. Ik zie de politie wel op me afstormen. Shit, daar komt hij. Komt ze. God, we gaan nou eens weg, joh. Bin Laden? Wat? Nee! Ik pak zijn wapen, Zal ik die politie vermoorden? Ik denk het wel, Oké, okay, niks aan de hand. Politie is vermoord. Ik blijf hier wachten tot het stil is, ja? Oké, er komt ineens een beladen gast achter me aan. En ik word ineens door de politie weer geknuffeld. Hoela, hoela, hoela! Okay. Hallo mensen! Waarom zo rennen in de kerk? Jullie zijn wel allemaal in de kerk geboren, want je doet allemaal die deur dicht achter je. Dat is netjes. We hebben een stuk pizza trouwens. Nee, niet dat... Ik pak elke keer dat wapen. Dag meneer. Poorbox. Ik ga het gewoon oppakken. You picked up some money. Oh, waarom loopt hij met wapen, zie je die man? Oh, gewoon dikke beveiliging hier. Waar moeten we heen? Ik denk dat we hier de goede kant op gaan. Confessional. Nou, dan moet ik hierheen. Holy shit. Dit heb ik serieus nog nooit gezien. Dit ziet er heel vet uit. Wauw. Gave kerk. This way to the confessional. Ik weet niet of we hier naartoe moeten, maar... Holy shit. Oh, ik mag die vloek in de kerk, sorry. La 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 la. Prachtig. Ik zal niks raars doen voor de gelovige mensen onder jullie. Nou, ik heb ook op een gelovige school gezeten, hoor, vroeger. Basisschool dan, niet op de grote school, maar... Dan waren we altijd verplicht om bijbelverhalen aan te horen op een maandag, dat weet ik nog. En hallo meneer. En dan moesten we elke maandagochtend moesten we een liedje zingen op begeleiding van de piano. Kan ik hier wat dingen pakken? Nee. Ik heb wel scharen. Oké, scharen om te gooien. Ik hoop niet dat we de scharen naar de pas toe moeten gooien. Dat er in één keer is dat die zombies oproept, weet je wel. De politie is ook langzaam aan het verdwijnen. Althans, ja, dat ik word gezocht. Een wapen ligt hier zelfs klaar voor me. En ik heb een rondje gelopen en dat was niet helemaal goed. Deze kant op. Oh shit, ze lopen hier echt allemaal met wapens in de kerk. Ik weet niet of dat normaal is. Wat? Dag mevrouw. Opzouten jij. Ik heb jou niks gevraagd mevrouw. Opzouten. Weg. Weg. Opzouten. Sorry, echt lef daar. Nou, ik wacht op je daar. Als je blijft staan, nee, kom ik zo ophalen. Confessional. Damn, waar zit die pastoor? Hier zo. Bless me, Father, for I have really sinned. Really? I'm not kidding here. Big sinner. Yep. Did you drop an offering in the box? Yes. Then you are forgiven, my son. Next! Thanks. Close enough. Heb je wat geld in het potje gestopt? Ja. Oké, okay, dan ben je gezegend. Volgende. Fucking droog. Oh shit, dat gaat gebeuren. Dat gaat sowieso weer wel gebeuren nu. Toch niet die bodyguards met die wapens, hè? What are you talking about? If it was up your ass, you'd know. Hey buddy, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Holy shit! Holy shit! Oké, okay, nou ik heb ervaring met Bin Laden mannetjes.
Come out, my peaceful brethren. It's time to deliver an ass-whooping of biblical proportions. It's go time, you pajama-wearing pagans. En dan weet ik niet of we moeten vechten tegen zulke mannetjes. Of moeten we vechten... Ik weet niet tegen wie we moeten vechten. Ik had mijn wapen vast gereed, maar... Ik hoop niet dat als ze me zien totdat ze me schieten gelijk. Wat kunnen we hier trouwens doen? Oh shit, ze staan er allemaal zo... Holy shit! Wow! Oké. Niet veilig daar. Niet veilig. Ik moet wat eten. En ik ben bang als ik dadelijk eten pak... dat ze me doden. Dus ik ga even... Hoe eten we iets? Ik weet niet of we wat eten. Nou ja, goed. Ik... Damn, here I was, minding my own business, just enjoying my second amendment to find... Oh shit, hé. En waarom helpen die gasten ook niet? I'm the real badass, you motherfucker. Dit geld in de kerk vindt, ik weet het. Ik probeer mij in te houden. That's gotta hurt. Holy shit. Je laden en zo, mannetjes. Oh, ze schiet gewoon door de... Oh, dat bloedspoor. Heel realistisch. Heel realistisch. Ga vandaan, joh. Oh, ik moet echt uitkijken hier. Meneer, ik zou als het... Ja, ik zou even uitkijken. Hebben we geen granaat? Nee, ik ben onschuldig. Verdenk me niet. Nee, fuck. Oh, hij gaat het gooien. Ik weet niet wat hij wil gooien. Maar het was in ieder geval niet veilig. Hij wil ook wat gooien. Hij doodt gewoon zichzelf. Heel slim. Maar ik pak in ieder geval wel dat op. Als het lukt. Zonder dat ik zelf word gepakt. Oh shit. Was die dood? Sorry. Zo kan het ook, hè? Ja! Huppakee, met scharen. Zo dan. Holy shit! Net een frisbee dit. Kijk dan. Ik ga hem daar gooien, hè? Dat is een heel goed idee. Hallo? Zijn jullie er nog? Beladen mannetjes. Daar loopt iemand, maar het is geen beladen mannetje. Hallo meneer, u bent veilig hier. Bij mij. Wat gaat hij doen? Oké, hij is goed, hij is een good guy. Holy shit. Wacht. I don't even like video games. Oké, nice. Ik wel. We zijn zo daar. Shit, hé. Ongelooflijk. Een hele kerk wordt beschoten. Daar zit er ook een. Oh, die zagen jullie dat? Dat is gaaf. Maar we hebben geen pistoolschoten meer. We hebben enkel die... Die... Kijk, ze gooien weer. Oh, daar komt die. Mooi gegooid. Ze kunnen echt goed gooien, die gasten. Achmeds. Nee, niet dood. Komt-ie. Oh, fuck. Sta aan de fik. Holy shit. Ik ga dood. Holy shit. Ik moet leven. Ik weet niet. Wat zijn die controls? Ik moet leven. Ik heb pizza stukjes. Waarom eet ik die niet? Pizza. Controls. Inventory. Er stond iets met... Quick heal. Thee. We gaan thee doen. Let op. That's the stuff. Oké, we hebben 2 pizza stukjes gegeten en 27 leven. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. We moeten echt leven vinden. Cemetery. Kunnen we daar ook nog... Gelukkig kunnen we daar niet heen. Klinkt allemaal zo agressief, hè? Even 7, want ik vertrouw het niet. Ik heb het gevoel dat het dadelijk dat ik dood gaat.
Kijk hem schoppen. Prachtig dit, moet je kijken. Schitterend. Hij hoort bij mij. We zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. Ze kunnen overal zitten. Ik bedoel, daar staat er één nu. Daar lopen er nog één. Gaan ze me niet schieten? Zolang ze me niet schieten, vind ik het goed. Nee, jullie schieten me niet, hè? Nee, hè? Leven, leven, leven. Holy crap! Schiet hij ook op mij? Schiet hij op mij? Nee, hij is goed, hè? Hij is goed. Ben je goed, meneer? Hoort bij mij, toch? Hij is die gameontwikkelaar, weet je nog? Hallo, meneer. Dankjewel voor je shotgun. Hey, pistool. Jullie hadden dat zeker niet verwacht. Ik ga eens kijken op de F, want we moeten weer terug naar huis. En waarom? Mijn hele game. Oké. Hij deed even niet. Time to head home. We gaan naar huis. Heerlijk. Home sweet home, weet je wel. Had hij ergens een plek waar we daarheen konden? Hier zo? Ik weet niet of we hier doorheen kunnen zo. Gaat dat hier? Nee. Kom op, Vince. Loop het nou dood hier. Hier konden we ergens doorheen, toch? Dag, meneer. Ja, loop maar weg. Waar konden we nou heen? Hier? Oh, hier zo. Yes! Dat was hem. Oh! We zijn gelijk naar huis. Mooi, we hoeven dat hele stuk niet terug. Daar ben ik zo blij om. We gaan natuurlijk de boodschapjes leveren. Did you get Gary Coleman's autograph? I can get a small fortune for it on eBay. Right, a small fortune. Say, aren't those things more valuable after the person is, deceased? Yes, why? No reason. Can I borrow your computer? Okay. Oh, nu wordt het pas woensdag. We zaten al maar op dinsdag. Sorry, excuus mensen. We gaan nu op woensdag. En woensdag wordt een nieuwe dag met nieuwe boodschapjes. Ik hoor weer de hond Champ, maar ik heb nooit echt gezien die Champ. Hebben we überhaupt wel een hond? Wat moeten we doen? Even kijken. While I'm in the neighborhood, I suppose I should leave something for the old man. We moeten pissen op papa? Yes, I need to go here for that. What the fuck? Voting day. Moet het maar begraafplaats? En we moeten plassen. Because I care. Okay. A Christmas tree. Guess it's never too early to introduce a major fire hazard into the home. We moeten een kerstboom halen, we moeten gaan stemmen en we moeten op papa plassen. Oké, we gaan maar gelijk beginnen met de vote, want die is het dichtstbijzijnd. En dit is een nieuwe dag. En er komt gelijk pols open. Kijk, het zal best wel. Ik vind het allemaal goed. Ik vind het helemaal mooi. Wat kunnen we hier doen? Kunnen we hier wat in doen? Mooie motor trouwens. Mooi fotootje erop geplakt. Kunnen we hier naar binnen? Holy shit. Ik zit bij iemand thuis. Hallo. Dit doet me denken aan Duke Nukem. Ook altijd zo'n raam, weet je wel. That's the ticket. Oh, hij heeft het huis gezien. Ik pak gelijk die jerrycan. En ik ben gelijk weg. Hoppakee. Dat is wel gaaf. Als je gewoon, ja, je ziet het wel. Je krijgt gewoon... Ja. Oh, was dat niet die man die in dat huis woonde? Ik ga met hem mee. We gaan samen stemmen. En ik weet niet waarop stemmen, maar er staat dat ik kan stemmen. Misschien op een nieuwe president, omdat hij al net dood is. Fire in the hole. Volgens mij moet ik hier ergens stemmen, dit gebouw. We gaan hier naar binnen. Hoor je wat hij zegt? Er is een gek die iemand vermoord. Oh, politie. Nee, die gaat op mij schieten. Wat? Ik doe niks. Hij had mij onder schot. Hij had mij onder schot. Waarom? Ik deed niks. Hij heeft tegen de politie verteld dat er... Moet ik hier wel heen? Nee, ik moet hiernaast zijn. Ik moet aan de overkant zijn. Niet hier in dit gebouw.
Oh shit, die politie wordt tegengehouden door die vent. Hou hem tegen. Dankjewel. Wat? Holy crap. Dit ziet er... Hier ga ik maar even uit, deze kamer. Ik kom niet meer terug, Erik. Dat weet ik wel, wat één ding zeker is. Oh, houd mondenschot. Weg. Dag, meneer. Wat is hier? Arcade. Kunnen we hier niet stemmen? Het is hier ergens, dit gebouw hier links of zo. Het is hier ergens. Oh, vote here today. Hier zo. Kijk, vote here. We gaan het gewoon volgen. Dag meneer. Dag meneer de politieagent. Goedendag meneer. Netjes gedragen. Dag meneer de politieagent. Dag meneer. Ik kom hier stemmen. Kan ik hier stemmen? Oeh! Meneer, schiet op me! Meneer, help me! Is die dood? Politie, gij, maak hem dood! Politie, gij, maak hem dood! Maak hem dood, politie! Hij wil me doden! Oké, dit is echt een serieus een heerlijke battle, dit. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ik ga stemmen. What fucking moron designed this? Holy shit, ik moet gaan stemmen op de majoor. I can't even tell who that'll count for. Looks like the chat is still hanging on that one. But I'm sure they'll count it. Shit, didn't go through all the way. But they can obviously tell what my intention was. Osama bin Smith? Ik heb gestemd. We hebben in ieder geval stemmen hebben we gedaan, gehaald. En dat is een voordeel. Hopelijk komt er een. Oh, die vent. Oh, hij is dood. Goed zo, politie. Goed zo, jongens. Jullie hebben goed werk verricht. Die gekke meneer. Goed zo, dank jullie wel. Goed zo jongens, jullie zijn goed. Meneer politieagent, u blokkeert heel de weg. Ik wil toch hier kijken wat hij aan het doen was. Holy shit. Wat kan ik hier doen? Ranzig als de pest. We gaan hier naar voren. En dan gaan we richting, even kijken. Richting cemetery. We moeten namelijk naar het, ja, naar de church. En dan gaan we plassen over papa. Ik vrees het ergste. We kwamen natuurlijk van het, net van het cemetery af alweer. En ja, dat was niet zo goed. Omdat er allemaal van die Osama's gasten zaten, weet je wel. Ja, ik weet niet hoe ik het noem. Terroristen, dat kan ik beter noemen, gewoon terroristen. Maar dat is een beetje dubbelop dan, hè? Osama en terrorist, weet je? Dus, ik heb gewoon de keuze gemaakt, Osama's. Corporate Center. We moeten door, moeten we serieus weer door het centrum heen? Ik heb er wel een scheidhekel aan. Dag meneer Poesje. Meneer Poesje, het is een meneer Poesje. Ik neem Poesje gewoon mee. Beter meenemen dan laten liggen. Anders is zo'n straatrat. Waar zitten we nu in vredesnaam, mensen? Kan ik serieus door Running With Sisters naar achter toe lopen naar het volgende gebied? Het zou wel heel fijn zijn. Want als ik daarachter kan komen, en dat weet ik niet zeker of die weg daarheen gaat. Ik denk het niet. Ik denk dat ik door de mal heen moet. Dus door de... Wat is hier eigenlijk voor huisje? Ik ga eens kijken. Lijkt alsof het zwaar beveiligd wordt door bodyguards hier. Ik heb al een wapen opgepakt. Weet je, je moet wel een beetje onderzoeken ook. Wat is hier zo? Telefoon, daar hebben we niet zoveel aan. Wat hebben ze hier? Oh shit, hé. Jerrycan. En een sniperrifle. Kijk, dat is wat er mooi om te hebben. Zo. Ze houden me onder schot. Dag meneer. Ik kom even. Ik ga alweer weg. Sorry, excuus dat ik hier was. Excuus mevrouw. Ik zal alweer dus sneltrein nemen. Oh, als u schiet, dan weet u het dat hier de politie is. En die beschermt mij. Dag meneer. Dag mevrouw. Dag meneer. Ik wil jullie vragen om een like te geven voor deze video. Omdat ik eigenlijk de like wel waard vond. Want ik vond het een fantastisch leuke aflevering eigenlijk zelf. We hebben best wel wat leuke dingen mee gemaakt. Ik bedoel... Nou ja, leuke dingen. Dat moet ik dan even tussen haakjes zetten natuurlijk. Maar waarom staat er trouwens geen streep daaronder? Oh, er staat wel een streep onder. We gaan dadelijk omlopen.
En dan gaan we zo via de trainyard gaan we naar... ja, komen we bij de kerk aan. Dus in de volgende aflevering zitten we al automatisch bij de cemetery. Tot de volgende keer bij Postal 2. Doei doeg!